Met het vijlen van mijn nagels en ik houd van een wat rechtere vorm. Ook omdat mijn nagels op die manier minder snel scheuren en afbreken. Dus ik vel ze altijd netjes af. Als de vorm is zoals ik wil, begin ik met de base coat. En deze heeft een heel zachte structuur. En hij droogt heel snel op. Een base coat is handig als je bijvoorbeeld zeer felle kleurtjes gebruikt op je nagels. Want een base coat vormt eigenlijk een laagje tussen je eigen nagel en de felle kleur. En dan heb je minder kans op dat de kleur van de nagellak in je nagels trekt. Dus als je later de nagellak er weer afhaalt, dan heb je niet van die rare vlekjes, omdat je de base coat eronder had zitten ter bescherming. Als de base coat droog is, is het tijd voor de kleur. En dat is in dit geval deze mooie rode. En dit is nummertje 652. En ik heb hem al op deze hand aangebracht. En zoals je ziet, dekt hij aardig goed. En ik breng deze pas aan als de base coat goed droog is. En ik begin altijd in het midden en dan werk ik naar de buitenkant toe. Ik begin altijd met een dun laagje, want ik breng altijd twee laagjes aan. Want dan blijft de kleur wat langer zitten, maar is de kleur ook meteen intenser. En vooral met zo'n mooie rode kleur is het heel erg gaaf als de kleur echt van je nagels knalt. Dus vandaar dat ik altijd twee laagjes aanbreng. Als het eerste laagje zo goed als droog is, gaat de tweede laag er overheen. En dan zie je eigenlijk al meteen de kleur wat intenser worden. En dat is eigenlijk de look die ik graag op mijn nagels zie. En met het tweede laagje kun je ook nog eventuele foutjes of vlekjes wegwerken. Het tweede laagje doe ik dus op al mijn nagels en vervolgens laat ik het goed drogen. Want je wil dat je nagellak goed droog is voordat je de topcoat aanbrengt. Want als je de topcoat op nog natte nagellak aanbrengt, dan heb je kans op streepjes. Of dat je topcoat zelf een andere kleur krijgt, omdat de gekleurde natte nagellak afgeeft. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Wat ik ook even ga proberen voor het allereerst is een nail polish corrector. En zoals je kunt zien is dat een klein stiftje waarmee je kleine foutjes van nagellak kunt wegwerken. En ik ben verbaasd, want het is een heel dun, stevig penseeltje. Dus je kunt er best makkelijk mee werken. En zoals je ziet heb ik een beetje geknoeid. Want bij mij staat de huid om mijn nagels ietsje omhoog. Waardoor ik niet altijd even netjes kan werken. En dus komt er soms een beetje nagellak op de huid naast mijn nagels terecht. En ik denk dat als je hetzelfde hebt als ik, dat je veel aan deze nail polish corrector kan hebben. Je moet alleen wel even wachten tot de nagellak op je nagels echt goed droog is. Want anders haal je die ook per ongeluk weg. En dat willen we natuurlijk niet. Maar zoals je kunt zien kun je er mooie schone randjes mee creëren. Zodat je manicure weer helemaal fris is. Nou, ik vind het een goed idee. Ik moet alleen nog even verder poetsen, want zoals je ziet heb ik echt een potje ervan gemaakt. Nu de gekleurde nagellak droog is, is het tijd voor de topcoat. En dat is deze.
En ik heb deze week al een paar keer geprobeerd. En deze topcoat is gelukkig heel erg vloeibaar. Dus je hebt maar een heel klein beetje nodig om de topcoat goed over je nagels te verdelen. Je hebt ook wel eens topcoats die heel dik zijn. En dan kan je niet zo gemakkelijker over je nagels heen. Maar met deze topcoat gaat het heel gemakkelijk. En ik ben ook best onder de indruk van de glans. Want je krijgt er een beetje zo'n gel effect van. Alleen is de topcoat niet zo dik als een echte gel topcoat. Dus dat is wel fijn. En dit is het resultaat. Deze rode nagellak zit er goed op. En ik hoop natuurlijk dat je deze video leuk vond. Ik heb nog één laatste tip voor je. Als je net zo'n knoeipot bent als ik en je regelmatig nagellak langs de zijkanten van je nagels tevoorschijn krijgt, dan moet je even wachten tot je nagellak goed droog is. En vervolgens kun je met een vettige crème als het ware de nagellak op je huid wegpoetsen. Want de vettige crème lost als het ware die overtollige stukjes nagellak op. En dan zijn ze zo weg. En dan zien je nagels er netjes uit, zoals aan deze hand. Vond je deze nagellak video leuk? Abonneer je dan op het YouTube channel van Inklot. En natuurlijk op die van mij. Laat ons ook via een comment weten wat je vindt van deze nagellakkleur. Dit is nummertje 652 en die heb ik nu op mijn nagels. Dus laat een comment achter en vertel eens wat je van deze kleur vond. Je kunt ons ook volgen via Instagram. En als je het leuk vindt, dan kun je natuurlijk ook je eigen kleur doorgeven, welke jij het allermooiste vindt. En als je er klaar mee bent, dan kun je weer afhalen met de nagellak remover. Tot de volgende keer! Hallo Inklot fans, vandaag ga ik je laten zien hoe ik deze make-up look heb gemaakt. Dit is eigenlijk een soort van classy, jaren 60 geïnspireerde make-up look, maar dan met een beetje een moderne twist eraan. Het is een hele simpele look om te maken, maar toch heeft het een beetje een chique uitstraling aan je gezicht.